Dus nou, zet er dan een mix neer van alles wat er rondloopt. Van kerels, meiden, oud, jong, nieuw. Lilliputters. Van mijn part, maak er een feestje van. Meneer Van Aalst, u wilt de pitpoezen weer laten terugkeren in de Nederlandse Formule 1. Waarom? Nou ja, dat willen wij zeker inderdaad als PVV. Het is een fantastische baan voor vrouwen en ze staan in de rij om gewoon hun baan weer uit te oefenen. En wij balen ontzettend van die feministische betutteling in Nederland. Het is gewoon je reinste broodroof. Er is een ware kruistocht begonnen in 2018 tegen de pitpoezen met succes. Die zijn verdwenen. Ja. Nu wil de PVV weer dat ze terugkomen. Wat vind je daarvan? Nou, ik ben het wel oneens met de PVV, maar in dit geval vind ik het wel een goed statement. Ja. Heel goed plan. Het is een groot gemis dat de dames er niet zijn. Het is natuurlijk een beetje een symboolgelul. Hè? Ik snap dat die PVV er aandacht wil hebben. De beslissing is al lang genomen dat we geen dames meer gaan zien op de startgrid van de Formule 1. Gaat niet meer veranderen. Ik zou wel willen dat het verandert, want het hoort er natuurlijk een beetje bij. En dat deze PVV'er het nu roept, ja, het is grappig, maar het haalt weinig uit. Heeft de politiek daar überhaupt iets over te zeggen eigenlijk? Nee, helemaal niets. Dus nee, totaal niet. De enige die daar wat over te zeggen heeft is de FOM, F-O-M, en dat is Formula One Management. Het was niet meer van deze tijd dat dames naast auto's staan. Ja, nu zitten ze kinderen naast auto's. Is dat wel van deze tijd? Ik weet het niet. En de kinderen, is dat dan geen kinderarbeid? Ja, en er zitten ook meisjes bij. Dat vind ik helemaal niet chic. Toch? Nee, dat is helemaal niet chic. Het is veel chiquer als er een dame van 3,24, die toevallig ook nog eens heel mooi is, daarnaast staat. Weet je, dat hoort bij de autoracerij. Streven jullie dan niet toch misschien naar een soort compromis, hè? Net zoals de roetveegpiet? Dus wel vrouwen, maar niet te sexy. Ik bedoel, wie zit er nou te wachten op al die hotpenses en BH'tjes? Nee, wij streven niet naar een of ander compromis. Wij streven gewoon naar tradities die er zijn. En die tradities willen we graag behouden. En dit is er één van, op een fantastisch mooi historisch circuit in Zandvoort. Heb jij een bepaalde compromis in gedachten? Transgenders. alleen maar transgenders neerzetten. Nee, ja, weet je wat zet er voor mij? Ik kan me ergens de angst vanuit Amerika, wat natuurlijk een Puriteins land is. Hè. Ze praten, het zijn de grootste vuilbekken ter wereld, maar ze doen heel preuts. Dat die zeggen van, nou, wij vinden dit een beetje link worden. Hè. Uitbuiting, dat soort dingen, rolbevestigend, bepalen, dat soort dingen allemaal. Dus nou, zet er dan een mix neer van alles wat er rondloopt. Voor kerels, meiden, oud, jong, nieuw. Lilliputters. Van mijn part, maak er een feestje van. Maar dat zijn allemaal, dat is echt dat polderen, hè? Dat is dat Nederlandse gedoe. Hè? Laten we even het gemiddelde zoeken. Nee, hou op. Waarom? Het was altijd leuk. En die dames altijd naar de zin. En er zit echt geen kerel op de bank Formule 1 te kijken met zijn hand in zijn broek, omdat er een dame naast een auto staat. Dat is gewoon onderdeel van het spel geweest. En het is best leuk om te zien. Voelt het een beetje als appeltaart zonder slagroom? Nou, dat heb je nou mooi gezegd. Laten we het daarop houden. Appeltaart zonder slagroom. Of voor mij wordt appelmoes zonder kers. En hoe zie je de toekomst tegemoet met betrekking tot de Grid Girls? Ik vrees dat die weg zijn en weg zullen blijven om diezelfde reden. Totdat misschien, je weet het niet, in Zandvoort, 2020 mei, iemand heel stiekem toch iets doet. Ik weet het niet.